Mensen denken bij IBM vaak aan een sociale werkplaats. Maar dat beeld doet al lang geen recht meer aan waar IBM inmiddels voor staat. We zijn een sociale onderneming waarbij we mensen die extra ondersteuning naar werk nodig hebben, opleiden en ontwikkelen. Altijd in de praktijk, of het nu in het groen, gastvrouw in de catering, in onze kwekerij of via assemblagewerk is. Vanuit de productielocaties leveren we hoogwaardig productiewerk aan klanten met een zeer hoge standaard. Zoals designverlichting, elektrische voertuigen en medische producten. De combinatie van maatschappelijke betrokkenheid en een commerciële uitdaging maakt het werken bij IBM zo aantrekkelijk. Ik sta hier op de co-pack-afdeling. Hier verpakken onze collega's allerlei soorten food- en non-food producten voor veel aanmerken in de FMCG. De doorlooptijden zijn hier zeer kort. Vandaag komt alles binnen en binnen no time staan de producten klaar. Bij de assemblage is het proces complexer en liggen de uitdagingen anders. Om een designlamp of elektrische brommer te kunnen assembleren, delen we de complexe taken op in kleinere stappen. Dat noemen we job carving. Op die manier zorgen we ervoor dat mijn collega's producten kunnen assembleren die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Als sociale werkgever investeren we in mensen. Ze kunnen vanuit hun eigen talenten en ambities weer meedoen. Als leidinggevende zoek je naar de balans tussen ontwikkelen van mensen en resultaatgericht werken. En dat maakt het werk bij IBM zo leuk. Spreek jou dit aan en heb je zin om vol energie mee te werken aan de doelstelling van IBM? Dan daag ik je uit om mee te doen.